Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Eddie Frenkel. Hij is de secretaris en tevens waarnemend voorzitter van de stichting Sprint to Greatness. De Sprint to Greatness heeft alles te maken met de Sprint to Greatness van Jair Tjonefa. Deze stichting heette vroeger de Sprint to Tokyo, is recentelijk omgezet. We gaan vandaag een babbeltje maken met Eddie om ons wat meer te vertellen over het wel en wee en het verloop natuurlijk en voornamelijk het doel waarvoor we allemaal ons hart mogen maken als Surinamers. What we need is a little Q-time. Eddie, welkom erbij. Dankjewel. Goed, vertel ons alvast wat meer over de mensen die het nieuws volgen. Die weten het natuurlijk en zeker de mensen die ook sport volgen. De resultaten van Jair die zijn een nationale zaak. Maar vertel ons wat meer over de stichting. De Sprint to Tokyo was de originele naam. Nu zijn jullie overgestapt naar de Sprint to Greatness. Kan je ons het concept daarvan van geven, van de verandering en de doelstelling? Ja, nou, in ieder geval de stichting Sprint to Tokyo, die was eigenlijk, richtte zich op het evenement, de Olympische Spelen 2020 van in Tokyo. En als zodanig was die naam niet tijdloos. Hè? Echter, dus een voortreffelijke prestatie op de Olympische Spelen, was het eigenlijk vanzelfsprekend dat Jair dan ook in Parijs mee zou doen. En we hebben eigenlijk die stichting Sprint to Tokyo destijds opgericht met als voornaamste doel fondsenwerving voor het Olympisch traject. Maar dus nu hebben wij bij de keuze van de naam Sprint to Greatness hebben we dus ervoor gekozen inderdaad om het tijdloos te maken en de aspiraties reiken verder dan SEC de Olympische Spelen 2024. Want we zeggen, we willen ook een andere Surinaamse atleet met Olympische potentie willen we meenemen in het traject. En als de fondsenwerving zo succesvol blijkt, willen we dus enig matig saldo aan het eind van het traject, dus na 2024, willen we aanwenden voor de bouw van een wielerbaan naar internationale standaarden in Suriname. Oké, heel mooi. Heel erg mooi. Oké, Tokio is natuurlijk bereikt en met veel trots. Iedereen was lyrisch over het resultaat. En dan moet de volgende mijlpaal bereikt worden. Ik weet dat er direct na de Olympische Spelen veel informatie gegeven is over het traject dat het zou kosten om naar Parijs te gaan. Ook prijskaartjes eraan te koppelen. En natuurlijk is het heel erg belangrijk om dat vanuit een Suriname basis te doen. Hè? Want hoe doe ik dat verkeerd? Jair draagt Suriname uit. Hij is nog steeds in Zwitserland aan het trainen? Ja, zeker. En dat zal zo blijven tot aan de Olympische Spelen van 2024. Ja. Hij traint in Eagle in Zwitserland bij de internationale wielerunie, bij de school, de World Cycling Center van de internationale wielerunie. Oké, heel mooi. Hoe zien de activiteiten van de stichting eruit om inderdaad dit te gaan waarmaken? Want we hebben natuurlijk wel nu nog 2 jaar, maar ze zijn zo voorbij. En zeker de economische situatie in Suriname helpt niet mee in dit traject. Ja, een belangrijke stap die de stichting heeft gezet is een samenwerking die we zijn aangegaan met de Green Growth Suriname Foundation. Dat zijn de mensen die achter het Forest 93 concept staan. Ja? De bedoeling is dat Jair gaat optreden als een soort ambassadeur voor het branden van Suriname als groenste land ter wereld. Ja? Dus onder het Forest 93 concept. En we hopen dus van donoren van die Green Growth Foundation, Green Growth Suriname Foundation, dus van hun donoren, internationale
donoren hopen wij dus ook een financiële bijdrage te krijgen. En het idee is om dan het Surinaams bedrijfsleven dan ook actief te betrekken, maar meer vanuit hun corporate social responsibility, dat zij zich dus ook onder het groene concept van Suriname scharen. En dus dan natuurlijk ook middels een financiële bijdrage om het traject naar Tokio mogelijk te maken. Ja. En daarnaast zullen we dus ons ook natuurlijk op onze vertrouwde sponsoren, want we hadden er gelukkig een aantal, zullen ze ook weer een beroep doen. Ja, ik vind het een prachtige link met elkaar. Very nice, very smart. En ik denk dat het voor Suriname, het is gewoon win-win. Het is geweldig, ja, very nice. Eén ding heb je ze net gezegd, en dat is dat jullie eventueel ook overwegen om andere mensen te kunnen accommoderen onder de activiteiten van de stichting die ook richting de Olympische Spelen gaan. Hebben jullie al atleten op het oog? Want als je naar 24 gaat, moet je nu al in training zijn. Ja, dus inderdaad, er is tenminste één atleet, maar ik denk dat op dit moment nog niet, hoe heet het? Opportun is om dat te zeggen. Opportun is om namen te noemen, maar wat we wel hebben aangegeven, is dat de selectie van die atleet, dat in nauw overleg zal gebeuren met A, het Surinaams Olympisch Comité, en B, de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname. Ja. Ja, dus omdat in elk geval om tot een richtige keuze te komen. Ja, en dan praat over één atleet die jullie eventueel nog overwegen? Ja, het is één atleet. En kijk, er is natuurlijk een voorwaarde. We zeggen, onze fundraising richt zich primair op het in Parijs krijgen van Jair. Hè? Ja. En er moeten dus, zeg maar, voldoende middelen worden gefundraised om dan ook die tweede persoon mee te kunnen nemen. Maar die tweede persoon, is het alleen maar de afvaardiging, maar of ook het trainingstraject naar Parijs? Het hele trainingstraject, uiteraard. Want zonder trainingstraject kom je er niet. Ja, dus het hele trainings- en kwalificatietraject. Oké. Okay. Het is wel lastig, want jullie gaan nu door met jullie, zeg maar, jullie volgende fase van fondsenwerving. Maar je weet niet als je het redt. Dus je weet ook niet als die tweede persoon wel of niet. Ja, inderdaad. In de marge valt. Dat maakt het maar ondertussen worden er wel kosten gemaakt voor het voorbereiden. Ja, inderdaad. Dus dat schept enigszins een dilemma. Hè? Dus dat je zegt van, luister, ook al heb je niet op een goed moment, zeg maar, voldoende middelen vergaard, maar je gaat toch wel tijdig moeten committeren aan die tweede persoon, anders gaat het praktisch niet uitvoerbaar, niet haalbaar blijken, toch? Ja. Ja, je kan niet bij wijze van praten een half jaartje voor de Olympische Spelen zeggen van oké, hier heb je... Tot hier wat, is het en aan de demo. Als het inderdaad zo gaat, zal die tweede persoon ook onder de vlag van de green noemer vallen? Dus zullen ze dus eigenlijk met z'n tweeën Suriname als groenste land vertegenwoordigen? Ik denk het wel, ja. Ja, dat is die understanding is er. Gaat het wel eens gezamenlijk, ja. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Suriname Foundation, ja. Very nice, very nice. Oké. Wat zijn de milestones die in het... op korte termijn in het vooruitzicht liggen voor Jair? Want je hebt natuurlijk meetmomenten op verschillende momenten van het jaar. Welke is de eerste die eraan zit te komen? De eerste die eraan zit te komen, dat is de Nations Cup in Cali, Colombia. Dat is reeds de komende maand in juni. Ja? En hij is al gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen. Die kwalificatie heeft hij in feite gehad in Glasgow. Dat was in
eerder deze maand, dacht ik, ja, of niet, vorige maand, april. Ja. Dus wat er op korte termijn zit aan te komen, dus de Nations Cup in Cali en de wereldkampioenschappen, die zijn, dacht ik, in oktober. En hou me even te goede waar ze precies zijn. Ik meen in Frankrijk, maar daar moet ik om dat even te goede. Oké, dus de roadmap is helemaal uitgezet en we zijn op schema. Ja, we zijn op schema. Dus, dus zeg maar wat het technische betreft, hè, dus los van de training, maar ook zeg maar de keuze van evenementen waar Jair aan mee doet of moet doen, dat gebeurt geheel door zijn coach, ja, dus, in Zwitserland. En die coach is zelf een ex-Olympier, heeft in de teamsprint, dacht ik, ooit met het Brits wielerteam, heeft hij goud behaald. Dus is in elk geval iemand die van wanten weet. Dus nee, dat is meneer Craig McLean. Mm-hmm. Oké, okay. Heel mooi. Dus je zit wat dat betreft goed op de rit. Ja. Om het heel toepasselijk maar te zeggen. Goed, hoe gaat het verder met Jair nu? Hoe vindt hij dit alles? Want hij was er natuurlijk niet zelf bij, wel digitaal. Nee, wel, ja. Ja, ja natuurlijk. Hij is zo dus, ver en toch gebeurt alles om hem heen hier in zijn huis, in zijn thuisland. Ja. Nou, dus ik denk dus sowieso het initiatief en het concept, ja, wat we dus voor ogen hebben om Suriname uit te dragen als grootste land, dat ziet hij helemaal zitten. Daar schaart hij zich volledig achter. Maar voor de rest blijft zijn focus, ja, op natuurlijk zijn training. Ja, en tot nu toe is dat gewoon zonder meer strak. Met een strakke discipline, ja. En een grote vastberadenheid die hij dus aan de dag legt. Ja, dat moet ook wel, anders haal je dat niveau niet. Precies. Zo, en gaat het gezin ook mee naar Cali over een maandje? Oh, nee. Niet naar Cali. Dus in elk geval naar Parijs zeker in 2024. Sowieso. Ja. Without saying. Maar... Nee, dus we moeten wat dat betreft, moeten we denk ik toch wel gaan nadenken over een paar evenementen misschien op weg naar 2024 waar we er wel bij zullen zijn. Ja, ja. Ook is het alleen maar voor ophouden van het moraal. Ja, precies. Oké, Eddy, hartelijk bedankt voor het gesprek, voor deze informatie en... bij deze alsjeblieft de uitnodiging om ons op de hoogte te houden over hoe het traject verloopt. En natuurlijk horen we het graag als we een bijdrage kunnen leveren. Zal zeker het geval zijn. Hartelijk dank. Oké, okay. Dankjewel. Succes. En de groeten aan Jair natuurlijk. Ja, we're rooting for him, sowieso. Yes. Oké. Oké, thank you. Bye. Yes. Oké, okay. Bye-bye. De techniek is leuk.
Dat was het gesprek met Eddy Frenkel. Hij is de secretaris en de waarnemend voorzitter van de stichting die Jair Tjonefa ondersteunt naar zijn traject in Parijs in 2024 bij de volgende Olympische Spelen. En de Sprint to Greatness is de naam van de stichting, maar de naam die we allemaal moeten onthouden is natuurlijk Jair, want hij is wel ons publieksfavoriet in het volgende wereldtoneel van de wielersport over 2 jaar in Parijs. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.